Hallo allemaal, welkom en leuk dat jullie weer kijken. Ja, eventjes een kort en krachtige video met informatie. 2 jaar lang alweer. 2 jaar lang deel ik mijn avonturen met jullie. Van de meest recente avonturen vind ik een van de gaafste vondsten van het magneetvissen. De percussierevolver uit 1860, gevonden door Elbert. Ja, dat was wel een bijzonder moment om mee te maken. Met de metaaldetector is dat de gouden munt van Wen geweest, begin 17e eeuws, een munt van de Spaanse Nederlanden. Ja, dat zijn wel de vondsten waar je warm voor loopt. Wat vinden jullie eigenlijk tot nu toe de gaafste gebeurtenis, het meest bijzondere avontuur, de leukste vondst? Laat het even achter in de reacties, ik ben erg benieuwd daarnaar. De komende tijd wat jullie kunnen verwachten is, ik heb goed contact met Siebe van Siebe Search. Hij bestudeert kaarten van de Tweede Wereldoorlog, archieven. Zo zouden wij eigenlijk in december al gaan starten met een gebied om daar de vondsten van de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen. Nu ben ik alleen vandaag bij de boer geweest om toestemming te vragen. En helaas, hij wil het niet hebben dat wij op zijn land zoeken. Dus daar moeten we ons dan maar even bij neerleggen. Maar er is al een plan B in de maak. Dus ook dat gaat goed komen. Ook zit er aan te komen op speciaal verzoek metaaldetectie voor dummies. En dat is goed, want dan gaan we eens eventjes verder uitleggen hoe het nou precies allemaal in hun werk gaat met het zoeken. Waar je op let, waar je naar luistert. Dat heb ik ook aan jullie beloofd na de Geen VDI Challenge. Om daar eventjes verder op door te gaan. Dus uitgebreide informatie daarover. Heb jij nu al een vraag daarover? Stuur eventjes een privébericht naar mij via een van mijn accounts. En dan kan ik dat in behandeling nemen. En dan laat ik dat ook zeker weten voorbij komen in de video. Dat is wat ik tot nu toe even met jullie wilde delen. Bedankt voor nu weer voor het kijken. Blijf er zeker bij. Dan zien we jullie snel bij de volgende zoektocht. Tot later.